7 jaar. En het Startek Flying Mikes, Anne-Claire Romeinsen. FC Peter Los vindt dus Kim Kulder. KWC Kampen, sterk vertegenwoordigd, twee rijders, Emma Reuring en Demi Tennekes. En voor de lospunt is die kleine dame, maar ze is wel snel, Maud Baan. Krijgen wij voor Putten Nienke Jochens. Unitas Arsene hier met Jelisa Kuipers. En die mag het gaan overnemen tegen die dame van de Twentse Ros, Moda Jansen. Dames, succes. Wie is dan al snelst vertrokken? Het lijkt toch Mona Jansen te zijn. Of kan Jelisa daar nog naartoe fietsen? Eens eventjes zeiken richting mij komen ze al die eerste bocht. Dan zie ik Mona Jansen nog een keer. Een paar pedalen trappen. Dan is ze gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 metertjes los. En dan gaat Kuipers aanzetten op positie nummer 2. Zien we Jochems op 3. En Moutbaan op positie nummer 4. Dan krijgen we de dames van Kampen op 5 en 6. Dus eventjes kijken. En dan nog Kim Kulder in de baan op positie nummer 7. Volgens mij is zij net 6. Dus hoe kunnen gaat zij hier in de finale half. En die achtste positie op dit moment in de handen van Anne-Claire Romeinsen. Maar vooraan, ze is los hoor. Als ze geen foutjes meer maakt, gaat ze hier de titel pakken. Overijssels kampioen op de baan noemen. En dat is niet al minder dan Maura Jansen. En dan gaan we kijken wie daar positie 2 gaat overreizen. En eventjes kijken naar toch Jelisa Kuipers. En dat ze goed te gaan redden hoor. Dat ze op de 20 plaatsen niet als Assen. Zij gaat mee naar het podium. En het podium was compleet gemaakt door de dame van FCC Putten. En dat is natuurlijk Nienke Jochems.